Als je op de mobiele versie van Lightroom op je tablet of telefoon bijvoorbeeld een watermerk op je foto wil zetten, dan heb je die mogelijkheid. Het is misschien niet helemaal makkelijk en logisch om te vinden, maar ik ga je daar een klein beetje bij helpen. Om te beginnen klik je hierboven op de drie bolletjes. Je zult namelijk allereerst een watermerk moeten gaan instellen. En dat doe je hieronder bij instellingen en dan heb je daar staan watermerken. Je krijgt de opties voor je watermerk tevoorschijn. Allereerst kun je bovenin de tekst aangeven die je erop wil. En je ziet daaronder dan een voorbeeld. Desgewenst kun je daarvan nog het lettertype veranderen door op de T te drukken. En daar zitten er een aantal in. Nou, Ik kies bijvoorbeeld Optima. Ik ga terug via dat pijltje en je ziet mijn lettertype is veranderd. Je kunt het dik gedrukt maken met de B en cursief maken met de I. Wil je je watermerk nu gedraaid hebben, dan kan dat gewoon eenvoudig met dit pijltje om te roteren. En je kunt hier bij het voorbeeld op de bolletjes klikken om het in een bepaalde hoek neer te zetten. Nou, stel je voor we gaan voor rechtsonder. Ik ga de grootte wat kleiner maken door aan deze slider te trekken. En eventueel kun je met verschuiving kun je hem nog iets verder in de hoek zetten... En met de dekking bepaal je natuurlijk, als je dat helemaal op 100% zet, dat het puur wit is. Zet je het op 0% is natuurlijk niet te zien. En zet je het rond de 30-50%, dan is het enigszins transparant. Nu heb ik een donkere foto en in die donkere foto wil ik een wit watermerk met transparantie. Maar heb je nu een hele lichte foto, dan is wit misschien niet de verstandigste kleur. Eventueel kun je je watermerk dan ook nog aanpassen naar zwart door hier op zwart te drukken. En het is dan niet te zien, maar zet ik hem even bovenin, dan zie je dat ik een zwart watermerk heb. Ik zet hem weer op wit en ik zet hem weer rechtsonder terug. Dit zijn de instellingen zoals mijn watermerk dadelijk toegepast gaat worden. Maar je ziet hier staan dat je het onder meer opties moet aanvinken als je het item deelt. Dus dat gaan we nu doen. Ik ga terug naar de instellingen en terug naar de foto. Wanneer ik mijn foto dus deel, gaat mijn watermerken pas opkomen. Je ziet het hier dus ook nog niet onder. Ik ga mijn foto delen, ik ga hem exporteren, zeg maar. En dat doe ik via het vierkantje hier met het pijltje naar boven. En ik klik in dit geval op exporteren als, omdat ik hem naar een foto op mijn tablet wil hebben. Het wordt een JPEG met de grootste afmetingen en een afbeeldingskwaliteit van 100. En ik klik op meer opties en daar heb je dan bovenaan watermerk toevoegen. Nu zijn de opties dat hij rechtsonder staat en wit is en de grootte en het lettertype niet te veranderen vanaf hier, maar wel de naam. Je kunt eventueel hier nog een nieuwe naam intypen en dan kun je hem exporteren. Ik ga weer eventjes terug en ik vind dit allemaal wel goed. Ik klik hierboven op het vinkje en ik ga hem bewaren bij de afbeeldingen. En dat is nu gebeurd. Dan ga ik terug naar mijn foto's. En je ziet ik heb nu twee afbeeldingen dit is mijn originele afbeelding zonder watermerk en als ik dan naar de andere swipe dan zie je dat daar rechtsonder keurig het watermerk bij staat en zo eenvoudig is het dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei, doei.